Gaat Marco, door dan? Wat gaat door? Ja, jouw training? Natuurlijk ja, gaat het door, hoezo niet? Ja, zijn paar trainingen zijn afgelast ofzo. Winnie weer is een Ko, ook weer is Sinterklaas maar. Sinterklaas of Ko? Hoezo Ko dan? Wat er niet getraind? Ja, Winnie, er is één training actief op veld, maar dat is ook de enige eigenlijk. What's going on? Ja, er kan toch wel getraind worden, Marco? Heeft er niemand getraind dan vandaag? Tot nu toe nog niet, alleen deze. Meen je dat? Ja. Oh, het is wel koud. Dag mensen, welkom bij vlog nummer 6. Het is alweer maandag vandaag, we gaan dadelijk lekker trainen. Afgelopen zaterdag gelijk gespeeld tegen DZOA 2-2, helaas. Ik had gehoopt op 3 punten, maar goed, het is niet anders. Komende zaterdag spelen we tegen PH uit Almelo. De laatste wedstrijd voor de winterstop en daarna hebben we nog een oefenwedstrijd. En dan komt Marco, die komt nu net aanzetten. Dat we niet mogen trainen of niet kunnen trainen of dat er niet getraind wordt. En waarom? Ik heb geen flauw idee. Waarom, Marco? Ik heb gewoon wegens de kou, maar dat durf ik ook niet met 100% zekerheid te zeggen. Daar is wel iemand bezig met trainen nu. Dat is ook het enige wat vandaag eigenlijk is. Goed, ik ga me omkleden. Lekker inpakken. En dan, het is nog redelijk vroeg, de jongens komen straks aan. En dan gaan we lekker het veld op, gaan we trainen en gaan we ons vast lekker voorbereiden. Voor de laatste wedstrijd van de competitie en daarna hebben we een oefenwedstrijd tegen Sparta Enschede. Tjo! Zelfs de C1 heeft vandaag niet getraind. Ik sta hier met twee talentjes, met Diego en met de boy. De boy Valencio. Goed, ik ben weer op Sportclub Enschede. Het is weer, op woensdag is het echt rustig hier. Ik ben nu in het kamertje van Hans, want het veld is nog redelijk donker en ik moet zelf de knop afvinden. En ik heb met Hans even gebeld waar ze lagen. En als dat goed is, zijn het deze. Dus die moet ik zo even aandoen. Maar dan moest ik heel even wachten en waarop weet ik niet, maar over 5 minuten dan mocht het wel. Dus over 5 minuten dan doe ik ze maar aan. En er zijn er al een paar, even kijken wie van de boys er al zijn om lekker te trainen. Hassan Usta, Re Angelo en Furkan. Oh, bedekt. Het is koud hè jongens. Valt mee? Ja, Kerel heeft zijn hele gezicht, kijk ik hier. Goed, kijk eens Furkan. Hij heeft zijn hele gezicht bedekt, komt met een muts en handschoenen aanzetten. En dan zegt hij valt wel mee, terwijl hij is zelf helemaal dik ingepakt. Wat zeg je Hassan? Positiespel. Van maandag? Ja. Ja, ligt er. Dat is wel leuk. Ja, hè? Maar je hebt gewoon een goede trainer, jongen. Hey. Oh, ja. Of niet, Ree? Ja, toch. Ja, toch, kijk. Komt er niet echt allemaal beter dan Guardiola. Enthousiast uit. Beter dan wie? Guardiola. Kijk, zo wil ik het horen, Hassan. Of niet, Ree? Eerlijk, jouw beste trainer, hè? Ja, goede trainer. Niet goede trainer, kerel, ik wil haar beste. Goede trainer? Ree. Ik heb meerdere goede trainers gehad. Ik wil haar beste. Ik krijg ruzie met Wesley. Krijg je ruzie met wie? Wesley. Waarom? Ik heb goede trainers. Wesley is een vriend van mij, die heeft toen ook getraind. Maar ik ben echt wel beter dan Wesley, jongen. Hey. Kom op, man. Nee, toch? Niet? Kijk. Allemaal spelers die Wesley ook gehad hebben, maar twee keer zo slecht. Twee keer zo slecht volgens Mika. Nee, dit komt dus echt niet in de vlag, hè. Isao gaat ervoor zorgen dat we komend weekend ja, 3 punten pakken en gaat hij gezellig met ons meekijken. Jongens, Orni, goedenavond allemaal. Aankomt. Jongens, luisteren. Aankomende zaterdag moet 3 punten pakken, ja of niet? Nee. Nee, man. Trainingspak. Wat trainingspak? 3 punten pakken. Aankomende zaterdag. Oh, ik denk je trainingspak aan. Nee. 3 punten pakken. Ja, 3 punten. Jongens, 3 punten, zeg je. Ja? Ja, 3 punten. Oké, okay, jongens, dankjewel, hè. Alsjeblieft. Isabe, Messi of Ronaldo? Messi. Ik denk Koopmunt. Ik denk Koopmunt. Denk ik nu. Lekkere groep vandaag. Iedereen is er. Grote groep. We zijn een positiespel aan het doen op een lang veld. En waarom op een lang veld? De jongens zijn snel geneigd om een lange paas te spelen, maar ze moeten de ballen laag houden om via een middenman de ruimte te zoeken en zo te verplaatsen naar de andere kant. Ze zijn nu bezig en het gaat best goed. Goed druk gezet, Tim. Lekker, Mika. We
ze klaar met trainen, maar kijk eens wat er in één keer achter ons gaande is. Een meneer met de camera, waarvoor die is, weet ik niet. Waarvoor bent u er, meneer? Voor alle vrijwilligerswerk hier. Ah, voor alle vrijwilligers. Ja. Wij gaan vrijwilligers promoten. Er moeten meer vrijwilligers komen. We hebben een latje tik gedaan. Eerst 8 ballen, hè. Dan gaan we douchen. Goed, het is weer zaterdag. We zijn weer op de club. Straks de laatste wedstrijd tegen PH. De jongens onder 13 is nu aan het voetballen. Ik ga daar heel even kijken, want het is nog best vroeg. Een aantal van ons zit ook op de tribune, zit ook te kijken hoe die jongens het doen. Goedemorgen. Hallo jongens. Wedstrijdje aan het kijken? Oké dan. Hoe staat hier dan? Goed, ben je nu aan het kijken en vind je voetballen leuk en denk je van ik voetbal alleen op straat en ik wil ook bij een voetbalclub lekker mijn wedstrijden spelen, schrijf je dan in bij Sportclub Enschede. Meld je aan bij de bar en dan helpen ze je verder. Ciao! Ah! Ciao! Jeffrey! Jeffrey! Dit is Jeffrey, onze zorgjongen. Of niet? Hé? Hey. Onze problemchild Jeffrey. Koppijn van deze man altijd, of niet jongen? Ja, vandaag ben ik verliezen. Ik heet de Ajax. Tuurlijk. Ik ben toch netjes, altijd netjes kerel. Wat is die outfit dan? Je bent trainer. Kijk, man. Ik ga straks naar, ik ben trainer. Okay, waarom heb ik geen trainingspak aan vandaag? Ja. Toen jij wilde het graag weten. Nou. Zal ik je vertellen, ik ga straks naar Badr Hari tegen Rico. Dat was mijn verjaardagscadeau, maar veel plezier. Dus daarom dat ik vast aangekleed ben, dan kan ik na de wedstrijd meteen doorrijden. Snap je? Waar ga je dan? Gaat je helemaal niks aan. Ga met Jeffrey. Wat zeg? Okay. Ga met Jeffrey. Jeffrey. Wat zeggen we dan? Choke. Mevrouw. Goed, we gaan de kleedkamer in. Daar komen ze aan. Onze grote vriend. Met zijn Twente petje. Zeker weten. Wat een mooie is tegen mij vechten, hè? Ja, toen zag hij dat je op krukken liep, of niet? Nee, hij zei tegen mij, je bent goed voor mij. Ja? Hij komt op krukken naar de club, maar hij gaat het toch proberen. Netjes zo. Zijn we goed, jongens? Ik ligt aan de bal. Ja, gewoon in de organisatie. Staan we klein, staan we compact? Ja. Ja? Keeperbal. Wie zal die inspelen? Centraal verdediger. Wat zal die centrale gaan doen? Opdribbelen. Op het moment dat die centrale opdribbelt, wie pakt hem op? Bram. Stel je voor hè, dat Bram te laat is en hij dribbelt Bram voorbij. Wie moet die speler dan oppakken? Heel goed, Demi. Ja? Ik ga vandaag zo min mogelijk zeggen, net als vorige week, eerste helft. En dan hoop ik dat het er gewoon uitkomt, jongens. En gewoon voetballen, man. Je bent gewoon een goed helftal, joh. Of niet, Toenjay? Nog wat te melden? Ja, ik moet vlaggen, jongens. Goed, ik loop nu naar de jongens toe. Die zijn aan het warm lopen. Toenjay, die heeft de warming up gedaan. Ik hoop dat ze er klaar voor zijn. Hoeveel gemaakt, jongens? 7! Ik loop vast het veld op. Hey, trainer. Kijk, daar is die Jeffrey. Wat zeggen we dan? Ciao. Succes, jongen. Fijne wedstrijd. Hey. Succes, hè? Fijne wedstrijd. Ja, goed met jou? Ik denk reis er niet meer. Ja, joh, ik was er wel. Ja, assistent heeft, heeft gedaan. Staat erop hoor.
Sophie, Roes, ik ben Sophie. Ja, wacht. Ah, jammer, goed! Oh, LV boy. Goed, de tweede helft begint weer. We staan met 2-0 voor. De jongens zijn echt ongelooflijk goed aan het voetballen. We lopen nu het veld op. Die bal. Van de bal, hè? 10-0 weer. Oh, nee, nu niet. Oh. Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up. All the way up. Ja, ik denk het. Goed, Damien. Kom, laat ons maar op. Oh, jammer. Klasse gedaan, jongens. Ja. Goed, het zit er wel voor vandaag. We hebben met 2-0 gewonnen. Goed gevoetbald. Vond je leuk? Like, abonneer. Wat moeten ze doen, Jeffrey? Ja, like en abonneren. Wat zeg je dan? Ciao. 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 Ciao.